7 seconden. Wie met de ogen? Nee. Alles wat je zegt is dom weer. 8 seconden? Nee. 9 seconden. 7. 7. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Een nieuwe aflevering van de FOMO-show. Ja! Een lang gekoesterde droom van mij gaat in vervulling. Een echt onderzoek wordt dit. Ik heb namelijk één ding gemist in mijn leven. Buiten dus naar feestorde gaan. Ja, ik heb dus nooit gestudeerd. Ik ben autodidact. Dat vind ik altijd zo'n kutwoord. Nou, het was niet makkelijk hoor. Nee. Ja, ik ben gewoon altijd een beetje buiten de boot gevallen tijdens de studententijd. Want ik was geen student en dan ging ik tijdens het uitgaan maar liegen over dat ik medicijnen studeerde. Ja. Ja. Geloof je het zelf? Gelukkig ben je geen autodidact dokter geworden. Nee. Die heb je ook een hoop. Ja, Jasper gaat altijd naar autodidact doktoren. Ja. In ieder geval, wij gaan onderzoeken of je FOMO moet hebben van het student. Te leven! Ja! Bam! Oh, hey Toby. Mazzelaar. Hoef jij even, want jij hebt ook niet echt gestudeerd natuurlijk. Jawel. Eén dag. Ja, nee. Een of andere pretstudie. Ik woon in een studentenhuis. Ik heb gestudeerd. Maar met welke avondcursus? Ik heb een filmacteursopleiding gedaan. Ja, dat is niet studeren. Maar... volgens mij hebben we alle drie niet echt een hele echte studententijd gehad. Ik heb een fantastisch studentenhuis geregeld waar 14 mensen wonen, gemengd. Het is niet heel schoon, maar wij gaan er blijven slapen. Ik ga niet in een studentenhuis. Kleine disclaimer, ik kan niet garanderen dat je hier zonder schurft uitkomt. Ik ga dit niet doen, dat zei ik toch al. Eén keer in mijn leven gehad, het waren de zwartste dagen uit mijn leven. Als ik nog een keer schurft krijg, spring ik van een flatgebouw. Ik word gek. Vuilniszakken om mijn autostoel heen. Ik draaide helemaal mentaal door. Ik merk het, je bent er weer. Maar ik ga niet in een studentenhuis, ik doe het niet. Oké, okay, nou, dit was de aflevering. Jij hebt je lichaam nou eenmaal geschonken aan de onafhankelijke journalistiek. We gaan dit onderzoeken. Gaan we FOMO moeten hebben voor het studentenleven, ja of nee? Studentenleven! Waar zijn we? Ja, dit is het bruisende studentencentrum van Amstelveen. Waar is Sven? Zag hier, hier is je slaapzak. Wat? Ja, hij heeft slaapzakken mee. Ja, de. Ja, hoezo ja, de? Is er geen hotel hier waar je aankomt? Nee, ja, nee, maar een half uurtje in de taxi en ik ben thuis. Nee, hoor, gek. Nee, kom op, zak. Stop. Oh, wat zit er in een slaapzak voor jou? Stenen of zo? Van mij, het is niet mijn slaapzak, vriend. Hallo. Hersenschudding opgelopen. Er zat ook heel veel frustratie die eruit moest. We zijn er niet eens binnen. Kijk hoe die lucht om weer boven te maken. Ah, oh, wat een varken! Tommy, het is tijd voor jouw studentenleven. Ja. Maar Jasper heeft ook wel een goede studentenbroek aan. Die broek is gewoon nog nooit gewassen. Ja, dit is gewoon een broek van 200 euro. Ja, maar het is niet een soort van zelfreinigende functie in een broek van 200 euro zit. Oké, kom jongens, we gaan. Instelling. Uit het vertrouwen. Dit is de woonkamer. Ja, twee koelkasten, twee koelkasten. Waar gaan wij slapen? Ja, we hebben twee kamers waar jullie kunnen slapen. Ja, ik doe maar. Ga jij maar eerst. Waarom zijn wij hier nu? Want we gaan kijken hoe iemand hier woont. Nee, hier gaan wij slapen. Hier gaan wij slapen. Ja. Jullie doen het erom, maar mij gewoon... Dit is een royale studentenkamer, hoor Toby. Dit is... Ik vind dit echt ondankbaar. Je hebt best nog een schoon kussen, kan je... Hoezo? Dat kussen is gewoon pisgeel. Ik raak je echt heel erg van in paniek. Hij kookt hier zittend, heeft hij een snijplankje naast zijn vuile sokken. Zullen we die andere kamer even bekijken? Nou, dit is netjes. Dit is een beetje alsof je op de kamer van je zusje gaat liggen, zeg maar. Ja, ik vind eigenlijk dat we all the way moeten gaan en met z'n drieën in die andere kamer moeten. Maar waarom moet je er FOMO? Ik snap dat niet. Dit gaat ook over loslaten. Ja. Jij maakt het redelijk oppervlakkig, dit programma. Ja. Maar het programma heeft echt meerdere lagen. De boel laten. Want je studententijd staat natuurlijk ook voor vrijheid. Ja, ik neem een drankje, ook al is het 12 uur 's middags. En ja, ik ruim eens een keer niet op. En dat drankje om 12 uur 's middags, daar kan ik nog in komen. Dus zullen we het anders zo doen dat we die kamer een klein beetje opruimen... dat we daar dan met z'n drieën gaan slapen? Ik raak er niks aan. En ik wil dan wel een luchtbed halen, want ik ga niet in dat bed. Goed, dan ga jij op een luchtbed. Afspraak, deal? Goed idee. Ja, huisgenoten. We hebben toch besloten dat we all the way gaan en toch op die kamer gaan liggen. Ja. Wiens kamer is dat dan? Hugo. Nou, die vindt wel iets. Ja, die vindt wel iets.
Nee, maar dat zie je ook wel. Maar, Tobias wil graag een biertje, dus ik weet niet of dat... Doen jullie dat vaak om 12 uur even een biertje? Ja, maandag is altijd wel de avond hier. Maandag is onze escalatie maandag. Escalatie maandag, jongens. Nou, wel fijn dat we hier dan op maandag zijn. Het begint steeds beter te klinken voor jou, hè? Ja. Maar gaan we het ook schoonmaken? Of wat doen we gewoon? Nou, willen we... Nou. Heb je even. Nee. Hoe zit het trouwens hier met schurft? Nou, wij hebben allemaal geen schurft. Nee. Tobias heeft namelijk al een keer van een student schurft gekregen. Ja. Jij ook twee keer. Het verschil is dat Jasper het niet door had. Maar misschien dan gewoon een vuilniszakje. Kelly's troepjes heb ik ook wel. En een biertje. Ik ben de hele tijd voor de schurftbus gegooid. Zal je zelf het twee keer hebt gehad. En waarschijnlijk... Hoe kom je nou met twee keer? Jij... Patiënt nul in Nederland. Waarschijnlijk is schurft bij jou ontstaan. Ik schroef in de veen van de veen te verzaken. Kun je die handschoentjes aandoen? Nou, doe dat ding open. Ik word een beetje geil van hoe jij die gele handschoentjes zo. Al die sokken. Zijn dit denk je de beruchte crusty sokken? Dat denk ik wel. Maar waarom denk je dat ik die aan wil raken? Of je ligt ernaast met je snuffert? Nee, dat wil ik ook niet. Jij hebt gele handschoenen aan. Ja, maar ik ga toch geen treksokken vasthouden? Nou, nu die krokante sokken in de ding. Pak ze. Nee. Ja, dit gaat zo. Gooi die krokante sokken hierin. Oh. Moet die zak maar open. Hey, klootzak. Sla me in je gezicht. Maar waarom pak jij die... Jou boeit het niet, hè? Jasper, hou op! Au, 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 mijn arm. Laat los, laat los. Oh, ophouden. Zullen we even met onze huisgenoten bier drinken? Ja. Hey, ik heb eigenlijk een voorstel. Tobias zou het heel leuk vinden om voor jullie te koken allemaal. Oké. Dat wordt even bepaald voor mij. We zijn hier dan wel een beetje spullen om mee te kopen. Ja, zeker. Ja. Mooie kasten met pannen. Ja. 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 Alleen wel op een studentenbudget. Het gehele budget is 30 euro. Waarmee we voor het hele huis, dat wil zeggen 14 personen, moeten koken. Dat komt neer op zo'n 2,14 euro per persoon. Ik heb wel een beetje iets gezonds, Toby, om het te compenseren. Heb jij iets in je hoofd? Pasta. Je bent toch zo'n goede kok? In deze tering zo kan ik niet koken. Gewoon een pasta maken met een soort hele lekkere... Veel groenten. Hou je snaveltje nou anders echt. Ga jij even koken. Nee. Waarom niet? Jij bent hier de kok. Oh, maar dan hou jij je snaveltje ook. Ja, moet je. Hij heeft wel ergens een punt. Maar wat wil je nou? We gaan naar wat in de aanbieding is. Hou je aan het budget, hè, jongens? Maar wat ben je nou aan het doen? Neem ons even mee, want... Pasta meel. Ga je helemaal zelf pasta maken dan? Ja, waarom niet? Hij is echt knettergek, hè? Ik denk dat het verschil niet is, broer. Ach, dit vind ik geen onderdeel van het studentenleven. Je gaat toch geen pasta deeg lopen? Nou, ik deed dat. Jij deed dat? Maar een gemiddelde student doet dat niet. Oké, maar dan voor de rest mogen jullie niet meer... Wat doen die augurken hier? Die gaan terug. Nee, die... Dan gaan we over budget. Die augurken wel terug. Nee, hallo. Wat ben je aan het doen? Ja, dat is voor het recept. Hoe duur is dit? Ja, kijk, ik heb er maar een beetje van nodig. Dus je het omrekent... Ja, je loopt met twee flessen, Jan. Ja, er gaat een beetje wit in en een beetje rood. Ik heb zeg maar van allebei 20% nodig. Ga je dat ook uitleggen bij de kassa? Kassa, ja. Kijk, hier. Kijk eens. Ja, maar dan niet deze kwaliteit. Zet terug. Ik mag er eentje houden. En wat kost die fles? 12. Ja. Dat is 1/3 van ons budget. Deze gaat terug. Ongelooflijk. Kaas. Je kan toch veel goedkoper? Dit is de goedkoper op. Zo normaal gesproken zou je Parmigiano Reggiano hebben en dat is dit niet. Wist je dat je kwaad werd? Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ja, we zijn er nu al overheen. Ja, dat is dan maar zo. Ja. Ja, hij is wel weer zo sportief om zijn eigen pinpas dan te trekken. Huisgenoten. Ik heb vooral heel veel ovenschalen nodig in eerste instantie. Zeg maar wat ik moet doen voor je. Deze mag je in hele kleine... blokjes snijden. Kijk of ze afgewassen zijn. Ja. Dat gaat niet altijd goed. Okay. Ik ben een beetje te zoeken waar ik dit nou mee afdroog, want het mag nog beter aan mijn broek afdroog. Zolang je niet Jeff's broek gebruikt om het af te drogen, dan vind ik het best. Hebben jullie wel een staafmixer? Een staafmixer heb ik wel. Maar ja, ik ben er één deel kwijt. Ik ga zoeken naar de andere. Het scheelde niet af. Nee. Rooster alles in de oven voor een uur, 180 uur? Ik heb fucking honger, man. Ja, koken kost tijd. We hebben die kanten. Dan hadden we niet aan Tobias moeten vragen om te gaan koken. Ik heb hem! Ja, kijk. Hij plakt wel een beetje. Ik zal hem toch maar even schoonmaken. Maak je broek gelijk ook even schoon. Hé, maar als we nog een uur moeten wachten, wil ik wel even een klein snackje of zo. Hou je bek. Slik onder je tong door, dan heb je een snackje. Uiteindelijk waagt Jeppe zich maar aan een drankspelletje met de rest van de huisgenoten. Hallo, vind je ook niet dat hij even een atje desinteresse moet trekken om met die... Ah, joh!
Atte. En ondanks dat de avond nog jong is, is het hek al van de dam. Wie stemt dat Jasper moet atten? Jasper! Ja. En helaas voor Jeppe ben ik inmiddels al zo lang vrienden met hem dat ik hem door en door ken en ik me dus niet zomaar in de zeik laat nemen. Zit hij zo te juichen? Jasper is lam. Omdat het koken volgens Jeppe niet snel genoeg gaat, heeft Toby een mooi taakje voor hem verzonnen. Maar je kunt je op voorhand natuurlijk afvragen of dat nou zo verstandig is. Na Jeppe's atje op lege maag. Het is zo vies die paprika te bepotelen. Ja, wat wil je nou ook het doen? Ja, maar een beetje met chef's vingers. Niet alsof je een soort aan het vingeren bent. Wat een zwijn. Wat deed hij? Nee, ik zei niks. Als je wilt, kijk of het echt plafond is. Ja. Oh! Nou, oké, je bent ontheven uit je taak. En Toby, ik moet wel zeggen, hij werd wel opgejut. Ja, nou en? Nog een ander klusje voor ons. Uiteindelijk durft Toby het meest risicoloze taakje, het legen van de vuilniszak, wel toe te vertrouwen aan Jeppe. Waarna we Jeppe even later als een echte student al skatend op de gang aantreffen. Jasper! Jasper! Hè? Jasper! Zit die pizza's er elke keer? Jij krijgt geen eten meer. Hoe lang sta je nu te koken, denk je, Toby? Ja, dat is een uurtje. Uurtje? Nee, maar het is al 8 uur. We zijn al 2,5 uur bezig. Kwaliteit kost tijd. Het liefst zou ik hem even een uurtje laten indikken, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dat het nu voor iedereen echt lang genoeg heeft geduurd, wordt op een pijnlijke manier duidelijk. Als ik jou was, zou ik die even buiten de keuken houden. Want als je iemand boos wil maken, dan... Maar niet veel later staat Toby's pasta met versgemaakte saus, kaas en een heleboel liefde dan eindelijk op tafel. Om geheel in stijl op stap te gaan, laten we ons eerst nog even opnieuw aankleden door onze huisgenoten. Het is gewoon helemaal niet alsof jij iets anders aan hebt. Je komt gewoon als Daan weer binnenlopen. Nee, jij ook niet, dikke bal. Hallo, kijk dan, dit is te klein voor mij, hè. Nou, gaan we bier drinken met z'n allen of niet? Tot zo, huisgenoten. Dag, hè. Als laatste hoofdstuk van ons studentenavontuur gaan we op bezoek bij studentenrugbyvereniging ASRV, waar we worden opgevangen door Sven. Sven, waar zijn we terechtgekomen? Op de ASRV Aaskum. Wij kwamen voorheen altijd uit in de ereklasse. Betaald, er worden ook transfers toegevoegd en daar kunnen wij als studentenvereniging helaas niet aan meedoen. Jullie hebben wel de gezelligste derde helft, denk ik. Ja, daar staan alle burgers elk weekend ook weer van te kijken. Dat is echt lachen. De burgers. De burgers, ja. Zo noem je dat. Het gewone volk. Dat moet gewoon mooi, ja. Moeten wij ons nog aan bepaalde gedragscodes houden? Gaan jullie gewoon meenemen en je hoort het vanzelf wel waar jullie allemaal... Niet aan voldoen. Niet aan voldoen. Nou, leuk Sven. Ik lust wel een klein pilsje eigenlijk. En laat bier nou net hetgeen zijn waar we ons absoluut geen zorgen over hoeven te maken bij deze vereniging. Nou niet! Het is nu al één grote chaos hier. Oh, we zijn met beland. Hey, jongens. De regel is, als er een golfballetje in je biertje wordt gedaan, moet je hem atten. Even later is het Toby die eventjes niet goed oplet, waarna hij een golfballetje in zijn pilsenmannetje ontvangt. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, luidt een bekend spreekwoord. Maar terwijl Toby angstvallig met een afgedekt biertje staat bij te praten, laat Jeppe zich weer eens afleiden door wat vrouwelijk schoon. En dat lust een van de 7 zonden is, laat Toby zijn vriend Jeppe hierbij op pijnlijke wijze duidelijk maken. En dit komt! Ja, dit vind ik wel leuk. We zijn hier vandaag bijeengekomen omdat wij een paar gasten van een of andere Vaag TV-programma. YouTube-kanaal! YouTube-kanaal! Verschoning! YouTube-kanaal over de vloer hebben. Zij willen vandaag alle ins en outs van het studentenleven meekrijgen. En om daarvoor te zorgen, hebben wij hele speciale gasten aangesteld. Een van deze twee knapen heet Willem. En Willem neemt dit hele gebeuren op zijn manier uiterst serieus. Zo, mag ik jullie uitnodigen om bij ons te komen staan? We weten dat binnen de studentenwereld er een studentenkwartiertje bestaat. Het hoeft er echt niet precies op de afgesproken tijd te zijn. Op het vuur aan jullie schenen zetten hebben wij 3 kleine smakelijke hapjes. Bij de rugby zijn we natuurlijk van het sterk worden. Er zit ook wat proteïne in. Wat groens voor de botten. Zet van oma. Een kappertje is sowieso al rand. Die was omdat we 1,5 uur te laat waren. Ja, die is op zich wel terecht. Maar Toby, dit kwam door jouw kook. 2,5 aan het koken. Wie zijn schuld het ook was, het is duidelijk dat er geen andere keuze voor ons 3 overblijft dan het gehele glas bier, inclusief kappertjes en hete saus, in 1 keer achterover te slaan.
Wonder boven wonder weet zelfs Jeppe, die allerminst gek is op atjes, het smerige goedje naar binnen te werken. Hoe was jij zo snel dan? Goed drie. Die eruit gegooid. Nee, ik kan het terugkijken op YouTube. Echte man. Nu we het over deze gênante binnenkomst van deze gasten gehad hebben, gaan we het hebben over het volgende. What the fuck hebben jullie aan? Kijk, dit is van het steenthuis. Kijk, mensen wel. Ik heb precies doorgegeven wat allemaal wel niet de bedoeling was. En jullie staan hier nu gewoon als kutburgers. Nee, ja. Wat is dit? Wij zijn lovers. Chanel! Hoe dan? Dit zijn lovers. Dit hele mooie lovers. Het smaakt me niet uit. Jij bent markies van Burgerland of zo. Dat is het. Een traditie binnen de rugbyvereniging is dat iedereen die als voor het eerst hier binnenkomt een hele mooie kilt aan heeft. Wat lul ben jij? Ja. Als Tobias met ziektes begint te schelden, dan weet je hoe erg het is. Ik vind dat niet veel mayonaise, saai is. Ja, zij hebben hier denk ik aan. Sorry. Dus, zijn jullie hier van de gemeente Leiden? En hier ook hele mooie voetschoenen staan. We hebben speciaal uit een weiland gevist. Maar Sven, als we dit doen, dan krijgen jullie een das. En dan zijn jullie semi-officieel lid van de ASV. Hebben we eraan? Nou, dat je eerlijk kunt antwoorden op de vraag of je de fomo voor moet hebben of niet. Ik ga het doen! Maar we gaan het samen doen! Moeten we met z'n drieën dit programma maken? Nee! Het gaat toch geen in de schoenen die je zompend in het bier... Dat je een zompig schoentje aan moet trekken? Ja. Van een bier! Ja. Oh, van een bier! Kom op, jongens! Ah ja, kom op! Ja! En jij ook, Toby, kom op! En dus hijsen we ons in onze kilt. Met gepast wit overhemd en puntige borrelschoenen. En uiteraard dragen we enkel en alleen onze blote Mama Lou onder deze kilt. Heb je nou je onderbroek als Sven? Ja. Even zien, gasten. Laat even zien. Wie heeft er nog gedronken? Voor het volgende onderdeel moet er namelijk iemand van ons tap hangen. En daarom schuiven we Toby naar voren, die met gepaste tegenzin instemt. En daar lijken alle aanwezigen het unaniem over eens te zijn. Toby trekt een tap, trekt een tap. Toby trekt een tap. En daar gaat Toby, gek op pilsenmannetjes, trekt een at als het moet. Maar onder de tap hangen met ijs en ijskoud bier lijkt zelfs deze doorgewinterde drinker niet helemaal lekker te vallen. We verplaatsen ons naar buiten, waarna wij ons steeds meer afvragen waar we in godesnaam aan zijn begonnen. Dat is gewoon een ontgroening. Wij doen een ontgroening voor niks. Om vervolgens niet bij te blijven. Fustwerpers. Je pakt dat fust vast. Je smijt hem een aantal keer tussen je benen door. Dat kan jij. Fucking goed aan. Oh, ik sta hier gewoon ondertussen met blote pik in een jurkje op een grasveld. En dit soort dingen moet je nou eenmaal niet te hard roepen als je zoveel van bier houdt als Tobias en verder geen hand vrij hebt. Want Willem, die al eerder op de bar zag staan, vindt het geen enkel probleem om nogmaals te demonstreren dat er daadwerkelijk geen ondergoed onder Toby's kilt zit. En ondertussen slaat bij mij de twijfel toe hoe in godsnaam een fusbier over een rugbydoel te gooien. Maar er overheen gooien, dat kan toch helemaal niet? Anton, laat het één keer zien, dan weten jullie hoe het werkt. Maar zelfs voor een misschien niet al te grote, maar ervaren rugbyspeler blijkt dit kunstje nog niet zo makkelijk. De rugbyclub heeft haar hoop gevestigd op een wat grotere speler, in de letterlijke zin, waar ik het vervolgens tegenop mag nemen. En daar gaan we zijn van start. Gaat Daan Boom hem eroverheen werpen? Oh, in de verste verte niet. En Victor, wat doet hij? Ja, hij gooit hem eroverheen. Dat is waar, man. Ben je gek? En dan de strijd tussen twee gnerkjes. Jasper tegen Tobias. En daar gaan ze. Het lijken net Betty en Truus. Oh, Jasper gooit niet raak. En daar Tobias. Oh! Vlak. Oh! En Jasper probeert het nog een keer. Fucking flippen. Ja, het ligt bij Jasper aan zijn schoenen. En dan wordt er iemand overgehaald. Het is Matthijs, de cameraman. Hij moet er ook aan geloven. Gaat het hem wel lukken? Oh, en daar gaat hij. Ja, net eroverheen. Hij tikt de lamp nog aan, maar hij is eroverheen. Wat een euforie. Matthijs, held. Helaas voor ons drie zijn we er nog niet. En verzamelen we in een kring voor de kantine voor het laatste onderdeel. Dus, gasten, maar daar zo. Zou jij misschien even minder de clown uit willen hangen? Wat denk je zelf? Dat je hiermee wegkomt? Ja, jullie zijn natuurlijk helemaal overtuigd. Jullie willen absoluut lid worden van de studentenvereniging. Voordat dat kan geschieden, moeten jullie natuurlijk wel eventjes door het stof gaan. Maar dat zijn we al gegaan. Ja, ik wou net zeggen. Ik zou jullie graag willen uitnodigen om deze stoelen te komen staan. Jullie hebben het vak goed gedaan vandaag. Nou, dat valt ook weer mee, maar goed. Hey, ze hebben dus
Ze hebben tapgangen. Willem, je hoeft mij niet te vertellen wat er gebeurd is. Dat was mij. Nou, maar graag gedaan. Nee, dankjewel, Willem. Dankjewel. Wij hebben bij het rugby de traditie om onze leden een prachtige welkom te heten. We doen dat door jullie meest geliefde drankje voor te schotelen. En voordat dat gaat geschieden, dan vragen wij meestal waarom jullie hierbij willen horen en waarom jullie ook verdienen om erbij te horen. Dus leden, jullie mogen losbranden. Ja, Toby, heb je zusjes? Nee, één oudere broer. Maar die wil jij misschien wel. Ik ben zeer 2023. Ik heb nog... Heren, dan zou ik graag de allerlaatste vraag willen stellen. Heren. Ja, wel. Hoe snel kunnen jullie je uitkleden? Bedoel je? In tijd. Hoe snel kunnen jullie je uitkleden? In seconden. Geef maar een antwoord. Het moet even iets duidelijker zijn met wat de bedoeling is. Jij moet je uitkleden, de rest regelen wij wel. Maar waarom zou ik het doen? Wil je lid worden of niet? Ja. 7 seconden. Wie weet hoger? Nee. Alles wat je zegt is dom hier. 8 seconden? Nee. 9 seconden. 7. En dan gaat het pas echt helemaal los. Op een manier die een stuk heftiger is dan ik mij vanmorgen in mijn bedje had kunnen bevroeden. En ondanks dat ik mijn kleren zelf binnen 7 seconden uit heb, hebben mijn vrienden Toby en Jeppe een stuk meer moeite om alles uit te krijgen. Waardoor deze lijdensweg alleen nog maar langer en langer duurt. Godverdomme! Hey, hoe was dat? Heerlijk, ik genoot. Jullie kunnen nu koud eindelijk toetreden tot de ASV. En terwijl we dachten dat wij nu toch echt wel een keer zouden zijn, blijkt zelfs het omdoen van de das ook weer met een traditie gepaard te gaan. Waar je nou niet bepaald vrolijk van wordt als je met 2 graden boven het vriespunt op je blote knibbel zit. Jullie zijn eindelijk dan lid geworden van... Ja. Je kan je natuurlijk niet veroorloven om er als een kutburger bij te lopen. Ja, nee. Dus daarom gaan we die das opmaakten. Op! Op! Ik heb al sinds gisteravond de hik en ik kom er niet vanaf. Hoe laat is het? 22:30 of zo. Ik weet dat laat wakker worden erbij hoort, maar ik voel me nu heel treurig. Moet je FOMO hebben voor het studentenleven? Ik heb me toch wel weer stiekem een beetje vermaakt. Dus dat je dus met zoveel mensen samenwoont, dat heb ik eigenlijk wel een beetje gemist in mijn studententijd. Wij hadden namelijk geen geru. Wat is een geru? Dat is een gemeenschappelijke ruimte. Wow, wat stucco van jou. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon best wel leuk. En die rugbyvereniging, ik dacht altijd overdreven om zo'n heftige ontgroening te doen. Maar zelfs toen we daar stonden in ons pikkie, terwijl er bier om ons heen getuft werd, voelde ik ook weer een soort saamhorigheid. Nu echt, doordat ik dit heb ervaren, weet ik een beetje hoe dat is. Dat is gewoon gaaf. Ik geef het gewoon 4 jeppenjokers. Wow, hey! Het huis, ik ben blij dat ik dat nooit heb hoeven meemaken. Het was hele lieve, gastvrije mensen. Maar ik bedoel, overal zat een soort plakkerig randje. Alles wat je aanraakt, had een korstje. De rugbyvereniging, ik vond het echt hele lieve gasten. En ik vind het ook leuk, want er waren natuurlijk een hoop deuren gesloten gebleven. Maar dat zij wel zeiden van nee, kom maar langs en jullie zijn welkom en we laten zien hoe het hier gaat. Vond het leuk dat balletje in Jaspers bier gooien. Ja, klootzak. Ja. Ik ga gewoon alles nog verwerken. 3 Tobiasjes. Oh, wat hoog! Dat vind ik heel hoog. Vloekte eruit voordat ik er erger had. Er wordt heel veel gedronken. 1 dag zijn we student geweest. Ik ben nu al helemaal kapot gewoon. Ja. Die rugbyvereniging. Nou, om mijn blote knibbels in mijn blote kontje. En dan is die gast die pakt er zo je oog. En die zegt dan zo van... Gefeliciteerd, Vic, je bent erbij! En dan denk je... Ja, ik hoor erbij! En dan zou ik niet heel graag met z'n 3 op 1 kamer wonen, want het stinkt echt als de hel. Maar ik vind het toch vet dat we dit hebben meegemaakt. Geef het 4,5 dino. Dus, moet je FOMO hebben voor het studentenleven? Ja,
Vond je dit een leuke video? Druk even op het duimpje. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal en te reageren in de comments. En graag tot de volgende FOMO-show. Dag.